Mijn laatste boek is Brussel, een incorrecte schets. En dat gaat in feite over de grote problemen waarmee Brussel te maken heeft en waarover men niet altijd graag spreekt. Ik gebruik het beeld van... Er staat een olifant in de gang van het gemeentehuis van Vorst, de gemeente waar ik woon. En men spreekt daar niet over. Er staat daar een olifant. Belachelijk natuurlijk. Maar iedereen is eraan gewoon. Dus men is gewoon aan het probleem van bijvoorbeeld gebrek aan netheid in Brussel. Een beetje onveiligheid. Grootstedelijke problemen die iedereen kent, maar waarover niet gesproken wordt. En waar men niet over nadenkt. En ik denk vooral dat men moet nadenken over die problemen op een moment dat die stad een explosieve groei kent. Want als we nu de problemen niet onderkennen, dan denk ik dat we heel moeilijke jaren tegemoet gaan. En biedt u dan ook oplossingen aan in dat boek? Ik probeer dat, ja. Maar ik denk dat het begin van alle oplossingen is dat je gaat de problemen benoemen. Als je een probleem zelfs niet benoemt, dan kan je moeilijk een oplossing voor zoeken. Ik zeg, laat ons spreken over de problemen en dan zoeken naar een oplossing. Maar als je de problemen niet durft of mag benoemen, dan kan je zelfs geen oplossing vinden.